een van de grotere uitdagingen voor veel mensen bij een bunkerslag is dat mensen hun beweging niet genoeg afmaken. Dan gaan ze inhouden voor de bal. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of de club blijft in het zand haken, waardoor de bal niet uit de bunker komt. Of ze zullen juist de armen intrekken, waardoor de bal te ver gaat. Dus we willen ervoor zorgen dat we veel meer gaan versnellen door het schot heen. Als oefening daarvoor leggen we de bal iets dieper in het zand, zodat we meer de neiging hebben om wat harder door het zand heen te gaan slaan en meer te kunnen durven.